Dat was dan ook het beste doen, hè? Kijk. Zo even luisteren. Hij zal misschien net buiten de top 10 vallen. Ja, het is altijd heerlijk om bij de koers te zijn. Ik bedoel, dan zit je eenmaal weer lekker in die flow. En ja, dat is uiteindelijk waar je het allemaal voor doet. Om lekker weer bij de koers te zijn en ja, je ding te kunnen doen. Ja, mijn ding is lekker koersen. Dus ja, eigenlijk gewoon genieten van het feit dat je mee kan doen om te prijzen. En ja, dat je gewoon kan genieten van de mooie etappekoersen die je rijdt. Dit is het tweede jaar dat de ploeg bestaat. Merk je dat jullie een plekje in de peloton hebben veroverd? Ja, je krijgt een beetje herkenbaarheid. Ze kennen je team, ze beginnen de renners te kennen. Er zijn natuurlijk vrij veel renners bij die van de belofte overkomen en die onbekend zijn. Er waren een paar van die jonge gasten al naast Valverde gereden. En dan zei Valverde, hey, mooi shirt, doe Boogie de groeten. Weet je? En dan kwamen ze terug in de bus, hey, ik ben aangesproken door Valverde, man. Dus dat soort leuke berichten kregen we vorig jaar. Maar nu komen ook ploegleiders van gerenommeerde internationale ploegen met complimenten van hey, hoe jullie de Ronde van Luxemburg hebben gewonnen. Weet je wel, jullie zijn echt getest en jullie hebben gewoon stand weten te houden tegen ploegen als BMC met Gilbert en zo, die echt gewoon die ronde wilden winnen. Dus dat is wel een groot compliment dat we met deze groep, gecombineerd jonge gasten met ervaren rotten, volledig Nederland, zeg maar met beperkte mogelijkheden, dat we dit voor elkaar krijgen, is wel een compliment aan het hele team. Een mooie opening van een etappekoers. Er staat een klassement. Morgen begin je aan een etappe en dat lijkt dan een sprintersetappe te worden. Nou ja, goed, dan is die ronde weer vertrokken. Maar dit hoort erbij. Het is een mooi onderdeel. Heel eerlijk, man tegen man. Ik vind zulke dagen horen er ook bij. Eigenlijk is het heel simpel. Je kunt het niet indelen. Je moet vanuit het vertrek moet je eigenlijk vol gas geven. Ja, het is maar 6 kilometer. Je moet heel goed het parcours kennen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, parcourskennis. Precies weten ja, wat er komt. En dan, ja, dan gewoon even heel kort pijn leiden is het. 4 seconden sneller dan Brian en 3 seconden langzamer dan Berden. Come on, hè. Ben goed bezig. Come on. Het is technisch niet moeilijk. Die bochten die er zijn, die zijn allemaal goed te nemen. En vrij lange rechte stukken, parcours ligt er droog bij. Dus op zich een prima en eerlijk parcours voor een proloog. Ja, naar die motor toe, kom op. Allee, allee, hop, hop. Jammer dat ik hier net snel weg was. Zo precies. Van de
kom op. Allee, op. Alles uit de kast tot de finish. Kom op, laatste kilometer. Goed zo. Hop, 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 hop. Heel goed. Zijn dit leuke dagen eigenlijk voor jou? Nou ja hoor, het is, we moeten natuurlijk alle renners volgen, dus we zijn eigenlijk rondjes aan het rijden, 8 rondjes. Het is de opening van de ronde, dus we zijn eraan begonnen. Het is gewoon heel mooi dat we de kans krijgen ook om in grotere koersen te laten zien. Dat uiteindelijk is het natuurlijk voor de ploeg dat het hoogst haalbare om je in de kijker te rijden in de grootste koersen natuurlijk, omdat daar het meeste aandacht naartoe gaat. Dus daar doen ze het als sponsor natuurlijk ook voor om zo groot mogelijke publiciteit te krijgen. Dus ja. We gaan met heel de ploeg de grote ronde van 120 kilometer rijden en dan nog het finale rondje om te kijken hoe het erbij ligt. Is dat uniek dat je dat met een ploeg doet, zo samen? Ja, eigenlijk wel. Normaal zit je in een kleinere ploeg of een buitenlandse ploeg, dan doe je dat niet. En een puur Nederlandse ploeg, ja, dan ga je het NK wel even verkennen wat toch dicht bij huis is. Want dat maakt het wel makkelijker voor op de dag zelf. Ja.